Hij is de beste YouTuber van Nederland met dik meer dan 1 miljoen abonnees. En dat voor een hele eenvoudige jongen uit Groningen. En hij is mijn gast, Kelvin Boerma. Van harte welkom, Kelvin. Hey. Jij huilde vroeger heel veel, hè? Dat zijn je eigen woorden. Maar hoe kwam dat dan? Dat je in Groningen woonde? Of wat was het? Nee, dat had niet zoveel te maken met Groningen. Wat dan? Ja, ik weet het niet. Ik was gewoon een beetje... Wat misschien heeft meegespeeld is dat ik de jongste ben van... 3 broers. Ja. Dus dan ben je natuurlijk ook meteen het slachtoffer. Ja. En dan werd je gemangeld door die 2 ouwe. Ja, en daar had ik vroeger heel erg last van. Maar nu kan ik niet echt meer huilen of zo. Dat is ook is het omgeslagen? Ja, het is helemaal omgeslagen. Oh. Dus ik ben me al mijn tranen verloren, denk ik. Die zijn op? Die zijn op. Ah. Die heb ik in Groningen ergens af. Hebben je ouders zich ooit zorgen gemaakt daarom? Nee, ik sprak dus mijn moeder laatst. En toen zei ik, volgens mij huilde ik vroeger heel veel. En toen zei ze, nee joh, dat viel wel mee. Jij was juist altijd heel erg... Jij was altijd de clown. En ik zei, hè, ik dacht altijd dat ik dagenlang lag te janken. Maar misschien had mijn moeder het niet helemaal, niet helemaal gezien. Precies. Misschien denk ik het gewoon stiekem. Ja. Je hebt je middelbare school afgemaakt, hè? Ja, zoiets. Ja, altijd. En wanneer kwam online in beeld, zeg maar, of video in beeld? Snel al, hè? Ja, toen ik denk in 2010 kwam dat bij mij. Mm. Dus toen was ik 12. 13. En toen was YouTube net eerder 2 jaar jong of zo, denk ik? Ja, toen was het echt net begonnen. En ik zocht gewoon een platform om... ik vond video's maken heel leuk. En ik zocht gewoon een plek om dat op te kunnen plaatsen... om door te kunnen sturen naar mijn vrienden en familie en zo. Ja. En je had YouTube, maar je had ook filmpjes.nl en Dailymotion... en allemaal andere websites waar je het op kon doen. Maar YouTube was gewoon had het beste systeem. Het snelste uploaden en het was het meest stabiel. En toen ineens gingen de mensen uit Limburg kijken... en Friesland en weet ik veel waar allemaal. En toen dacht ik, ik ken dit. Is dat echt een... omslagpunt, dat je in één keer als het hockeystickje dat bereik omhoog ziet gaan? Ja, nou ja, dat we hebben het over 8-9 jaar geleden. Dus als je dan 100 abonnees had, was dat heel veel. Echt bizar. Maar dat is wel een omslagpuntje. Maar als je er nu naar terug denkt, het gaat er natuurlijk eigenlijk nergens over. Maar ja, die eerste paar die zijn wel het bijzonderst. Een heleboel mensen denken dat nog steeds. Hè? Buitenstaanders die niet veel van die wereld snappen. Ja. Die denken nog steeds van... Ja joh, dat zijn die gastjes, weet je. Die maken een paar filmpjes en zo. Beschrijf eens even wat je in feite aan het doen bent. Zo, vandaag de dag. Tegenwoordig maak ik gewoon echt tv-programma's, maar dan online. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje in een notendop. Het begon natuurlijk altijd omdat het heel erg... Omdat er nog geen droog brood in te verdienen was vroeger. Of een paar jaar geleden. Ja. Begon het altijd met iemand op zijn zolderkamer of op zijn slaapkamer of zo. Ja. Maar omdat het gewoon steeds lucratievere business wordt... krijg ik steeds meer de mogelijkheid om de ambitie die ik dan heb... als echt programmamaker, om qua kwaliteit omhoog te gaan. Had je die ambitie altijd al? Of ja. Ik heb altijd ambitie gehad om het goed en groter en beter te maken. Vooral beter, dus dat het gewoon van hogere kwaliteit is. Wat is kwaliteit? Ja, gewoon niet per se hoe het eruit ziet voor mij. Hoor. Nee, is dat aantal kijkers? Want dat in de klassieke wereld is kwaliteit natuurlijk gewoon hoeveel mensen er kijken. Ja, maar dat zie ik niet. Want ik heb afgelopen jaar dus 1 miljoen gehaald. 1 miljoen abonnees gehaald. Ja. En toen heb ik wel gezegd, oké, ik ben daar blij mee. Weet je, cijfers gaat nu wel lekker. Ja. Maar ik wil wel in kwaliteit omhoog. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat iemand naar me toe komt en zegt... dat was echt fucking goed. Ja. Dat was gewoon echt goed. En niet per se... qua beeldkwaliteit of zo. Maar gewoon dat iets gewoon goed in elkaar zit. Dat je een kwartier of 20 minuten naar iets kijkt... en achteraf denkt, dit is briljant. Ja. En dat heb je met Netflix-series heb je dat misschien... of met tv-programma's. En op YouTube moet je dat ook kunnen hebben, vind ik. En is het wat zijn onderdelen in wat jij maakt? Want ik heb er even doorheen lopen. Ik ben niet primaire doelgroep, volgens mij. Ja. Maar wat zijn highlights van je denkt van nou, dat komt al in de buurt? Of dat ben ik nu best wel, dat vind ik best wel tof. Wat ik nu maak is gekkenwerk. Ja. Een programma, dan moet ik idiote dingen binnen 24 uur doen. Ja. Nou ja, opdrachten binnen 24 uur is natuurlijk al wel vaker gedaan. Met je fiets door alle provincies aan. Ja, bijvoorbeeld. Of een poolparty in de woestijn geven en zo. Ja. Heb ik dan miljonair worden, die kon ik niet meer kijken. Ik had geen tijd meer. Was die gelukt? Het is gelukt. Hoe dan? Ik heb het nu gespoild voor iedereen. Hoezo, die staat er al online? Ja. Het is leuk als mensen... Ja, is waar. Nee, maar deze doel... Maar ik heb even 1 miljoen geleend van iemand. En maar officieel? Ja. Dus ook met notaris en zo erbij. Alles gewoon officieel gedaan. Van wie? Ja, dat hebben we. Wat dan? Is hij niet bekend? Hij is onbekend in beeld. Ja, maar gewoon iemand uit je netwerk die zei ik doe wel mee. Ja, ik ben gewoon zo gaan denken van wie ken ik met gewoon heel veel geld. En slim. Die vast wel een dag 1 miljoen even op rekening van mij kan zetten. En de dag daarna heeft hij het weer terug. Maar dat moet ik dus doen. Maar opdrachten binnen 24 uur doen is van alle tijd.
Alleen, ik vind het dan wel leuk om, als je het ziet, weet je, steek er even 20 minuutjes in, kijk even een aflevering en dan snap je denk ik wat ik bedoel met kwaliteit. Want hoe produceer jij? Ik bedoel, het is allemaal kalfijn voor en tijdens en na, maar het is natuurlijk, dat doe je niet in je eentje, toch? Nee, inmiddels niet meer, omdat het kalfijn... Schets je bedrijf is? Ik heb sowieso één hele goede creatieve producent. Ja. Dus dat is iemand die echt gewoon, als ik zeg, ik wil miljonair worden binnen 24 uur en ik denk dat ik dat van iemand moet gaan lenen. Dan dat gaat hij dan uitzoeken of hoe dat dan kan, weet je wel. Dus ja. Maar dan heel erg vanuit creatief oogpunt. Twee mensen productie, dus die gewoon ontzorgen. Ja. Die gewoon als er een kameel geregeld moet worden, dat die er ook is, weet je wel. En dat het niet te duur is. En gewoon mijn management zijn twee koppen die het heel erg breed. Dus die doen zowel Calvin content, maar als ik een boek uitbreng, dan zijn ze ook bij betrokken. Eigenlijk bij alles wat Calvin breed is. Het is echt een merkje, Calvin. Dus dat vraagt best wel veel tijd. Ja. Dan sta je weer ergens een CS-sessie te doen. Dan moet je weer ergens optreden. Dan moet je weer een programma maken. Dus het is best wel divers. Ja. En zijn er zorgen ervoor dat een beetje goede banen wordt geleid. Dus op het Calvin-stuk zit denk ik 6 man of zo. En heb je kantoor en alles? Ja. Waar? In West, in Sloterdijk. Dus daar kom ik nu net vandaan. Laten we even dit doen. Je zei in het begin viel nog weinig geld aan het verdienen. Hoe verdien je nu geld? Met name, waar zitten je als even ondernemers technisch? Waar zitten de inkomsten? Waar komen die allemaal vandaan? Voornamelijk adverteerders. Ja. Dat is het grootste stuk. Ja. En doet YouTube dat dan of doe je dat zelf? Ja, YouTube doet dat een stukje, maar dat is niet heel boeiend. Nee. Want Google pakt natuurlijk gewoon het meeste. Dat, ja. Zo slim zijn ze wel. Ja. Maar waar ik het meest aan heb, is als jij bij wijze van spreken... als jij een merk bent, een frisdrankmerk of een techmerk... Telefoontje, stuur ik jou naar Parijs. Ja, en dan zeg je inderdaad, er komt een nieuwe telefoon uit. Toffe telefoon. Ja. Vooral de camera is tof. Ja. Is dat dan de payoff die zij meegeven? Of nee, krijg je altijd de ouderwetse discussies, oude reclame mensen, oude, met name journalisten. Ja. Die gruwen hiervan natuurlijk. Ja. Hoe zie jij dat? Zeg maar de samenwerking met adverteerders. Ja, ik vind het geniaal. Ja? Ja, serieus. Kijk, wat er in dit geval, wat je schetst, dit voorbeeld is een telefoonfabrikant. Die komt naar mij toe en die zegt, we willen onder jouw doelgroep dit ding meer onderaan of dit merk groter maken. En dan zeg ik, dat mag, maar dan wil ik ook, dan wil ik er sowieso aan verdienen natuurlijk. Maar dan wil ik ook zelf dat het Calvin-merk er beter van wordt. Dus de gekke werk kan ik nu maken van deze kwaliteit, omdat er dus meer budget achter zit. Dus voor mij als maker, de kijker is uiteindelijk ook blijer, want die ziet mooiere, toffere, grotere, betere dingen. Dus dat is ideaal, maar het wordt natuurlijk ook vaak genoeg verkeerd gedaan, vind ik, dat hele adverteren stuk. Hoe dan? Nou ja, dat iemand shampoo vasthoudt in de douche en een foto maakt. Dat je denkt, dit is gewoon de meest platte manier waarop het natuurlijk maar kan. En jij ziet het dan, want sponsoren zij dan ook echt een programma-serie? Ja. Ja, idealiter wel. En het is maar net hoe ze in de wedstrijd zitten. Soms wil een merk één dag even één post en dat is het. Maar ik heb nu ook gewoon een samenwerking van een half jaar of een jaar lopen. Ja, en dan weet je gewoon dat je lange termijn samen... Want je hebt het over verschillende... Want je hebt YouTube, maar Insta is ook redelijk daarbij ook. Want wat, is er nog meer of zijn dat de twee grootste? Dat zijn de grootste, ja. Okay. De rest bestaat wel, maar is niet echt... Nee, Twitter, dat ben je niet echt actief. Nee. Nee, dat is al wel een tijdje geleden dat ik daar voor de laatste iets... Dat daar ook echt... Daar zit ook wel een bepaald soort volk nu, hoor, op Twitter. Dat ik denk, ik weet niet of ik daar... Ik gebruik het als nieuwsbron. Ja, heel gewoon, veel. Gewoon allemaal nieuwsfeeds die ik erin hang. En dan is het voor mij een soort krant. Ja, heel veel. Maar interactie is er weg. Ja, het zit nog wel. Maar het is best wel vaak negatief geladen, vind ik, op Twitter veel. Persoonlijk. Ja, eens. Ja, dus dat klopt. Hey, luister eens. Hollanders als dat wij zijn. Iedereen die vraagt zich dan af, zo'n samenwerking met zo'n commerciële partij, waar heb je het dan over? Ik bedoel, wat doet een postje op Insta? Of wat doet zo'n serie? Wat voor bedragen heb je het dan over? Ja, ik ga zeg maar bedragen noemen doe ik eigenlijk nooit. Maar het zit nu op een level dat als je een beetje scherp kan onderhandelen... Ja. Dat je met... Ja, en als je een beetje goede engagement hebt... ongeveer van rond de... als je 500.000 volgers hebt of zo... een beetje goede engagement... dus dat mensen ook echt de 500.000 ook echt aanwezig zijn... in plaats van dat het account... In Chinese klikkers zijn, Dan kun je voor jezelf gewoon dan kun je jezelf echt onderhouden. Dus kun je gewoon een huis kopen, kun je gewoon een mooie auto rijden. Dat kan dan gewoon allemaal. Als je dat jaartje of twee vol kan houden, dan loopt het al aardig op. En wat je nu erg ziet, kijk, we kunnen allemaal achterhalen hoeveel reclame een beetje kost. Ja. Op tv, reclamespotjes, daar kunnen we vast allemaal wel achterkomen. Ja. Maar je merkt nu gewoon dat die reclamebudgetten
verschuiven naar online. Dus daar kun je enigszins een voorstelling bij maken wat wij het dan over hebben. Maar hanteer jij dan gewoon tv-producentachtige tarieven, zeg maar, als zo'n tv... Nee, er zit alsnog wel een heel groot gat tussen. Maar het is een beetje onontgonnen natuurlijk. Dus het is niet geen tariefkaartje van, nee, kost het zoveel. Nee, het is echt per case is het gewoon afhankelijk. Kijk, ik heb wel gewoon mijn vaste prijs. Dus als iemand zegt, ik wil een video op je kanaal, dan heb ik gewoon een prijs. Zeg ik, kan ik een video op jouw kanaal? Dat kan. Maar wat dan? Maak het concreet. Wat kan ik dan op jouw kanaal doen? Ja, wat wil je? Ik ga een programma doen voor jonge meiden van de jaar 15. Volgens mij zit jij daar wel in. Ja, redelijk. Ja, dan wil ik weet ik veel, wat ik dan wil. Wat kun je mij dan bieden? Nou, als jij een sjaalbedrijf hebt. Ja, ik heb een sjaal. Wil je een sjaal verkopen? Ja. Nou, dan wil ik graag weten wat je wil. Wil je dat allemaal mensen een sjaal gaan kopen? Ja, zoveel mogelijk. Oké, okay, nou, dan bedenk ik iets waar ik die sjaal bij zo goed mogelijk naar voren kan laten komen. Ja, zo hoort het bijna gewoon. Ja, maar het moet wel tof zijn. Maar dan verzin jij een one-off videootje. Dat hoeft niet eens te zien. Dan verzin je gewoon één videootje. Dat kan, ja. Heet dan liever maak ik series of programma's. Ja, dat is langduriger. Ja. Maar als je zegt, joh, ik wil je echt goed voor betalen. Zeg ik, nou, is die sjaal, zijn het geen kinderhandjes in ergens? Ja, ja, oh ja, je checkt wel het een en ander. Wel even dat een beetje achterhalen. Maar als het allemaal goed uitziet, dan ga ik jouw sjaal gewoon dragen. Hey, maar verdien jij dan op dat filmpje? Of zeg jij van, nou, weet je wat, we zetten er een buttentje onder en alle kliks op die button, daar tik je mij op af. Dat je op conversie gewoon... Dat kan, maar ik doe altijd sowieso een bedrag. Maar wat kost dat dan? Ja, ik ga het dan niet zeggen. Jawel, man, dat vind ik super boeiend. Ja, maar dat ga ik niet zeggen. Nee? Ja, dat kun je 100 keer vragen. Maar... Kan je niet zeggen? Nee, en dat wat is ook... dat toch met die jonge gasten die niet over prijzen en geld willen praten? Nou ja, ik vind geld fantastisch. Maar het is natuurlijk wel... Laat ik het zo zeggen, het is nu nog een hele experimentele markt. Want de een vraagt dit, de ander vraagt... En daarom weet je het ook niet zeggen. Er is niet echt een soort status quo of iets. Mm. Het is niet dat makkelijk... Over 10 jaar is dat er wel, weet ik 100% zeker. Ja. Maar nu is het gewoon... Het is ook heel afhankelijk van de situatie. Het is echt afhankelijk. Hoeveel klanten heb je? Ja, op jaarbasis. Wij doen het vaak een beetje op jaarbasis. Ja. En dan zijn het een stuk of 60, 65 of zo. En dat doe je met zo'n kleine crew? Alles en nog wat. Maar dat doe je met een hele kleine crew dan? Ja, en dat kunnen hele grote zijn. Dus de Coca-Cola's van deze wereld. Maar het kan ook gewoon een festivaltje of een of ander lokaal supermarktje ergens zijn die een meet and greet van een uur wil en dat ik daar naartoe ga. En dat er daar een hele happening is. Maar wie beheert jouw agenda? Want je wordt ook gek gebeld, want je bent niet de kleinste qua positie. Mijn manager doet dat en assistent van haar die zorgt er gewoon voor dat een beetje... En die weten wat jij wel of niet wil. Want ik kan me voorstellen dat jij niet bij elke supermarkt op wil draaien, toch? Nee, en het is gewoon een kwestie. Het is nu wel het grappige dat je erover begint. Want nu zit ik in zo'n soort overgangsfase, zeg maar. Dat ik denk, hey, dingen waar ik nu ja op zou... Of waar ik soms wel ja op zeg, dan denk ik... misschien moet ik dat niet meer doen. Maar misschien is het er wel gewoon klaar eventjes nu. Ja. Want op een gegeven moment wordt het gewoon natuurlijk heel veel en heel groot. Dus moet je kijken waar je het meest aan hebt en... Leuk dat je ergens een paar duizend euro kan verdienen als je ergens een paar handtekeningen gaat geven. Maar wat doet het op lange termijn nou precies? Ja, want, wie zijn jouw sparringpartners als je het hebt over lange termijn? Hoe oud ben jij nu? 22. Oké, en met wie spaar jij als het gaat over het merk Calvin, zeg maar, en de toekomst daarvan? Heb jij dan echt vast om je heen? Ja, daar heb ik gewoon mijn vaste teampje. Dus waar mijn manager zit en haar, het team wat daar omheen zit. Ja. Het is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat ik een paar adviseurs heb. Dus gewoon mensen, volwassen, ervaren ondernemers. Ja. Die niet zoveel van video maken af weten, maar die wel weten hoe je een bedrijfje moet opbouwen en dat goed moet doen en zo. En die bel ik gewoon eens zoveel tijd. En daar zit ik gewoon mee. En die vinden het ook al redelijk interessant. Want het is natuurlijk best wel een interessante opkomende business. Dus die vinden het ook alleen maar leuk om met mij over te lullen en mee te denken. Want hoe zie jij die komende jaren die ontwikkeling? Op YouTube. Ja, en je gewoon van jouw bedrijf en met name online video, de rol van influencers. Het wordt sowieso alleen nog maar groter. Weet ik vrijwel zeker. Het wordt wel echt een. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik noem jou nou influencer. Maar vind je dat een goede omschrijving? Want eigenlijk moet je misschien niet eens zo zien. Nee, je bent een programmamaker. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik vind influencer ook een beetje lastig woord. Yeah. Maar. Maar hoe zie je de komende 2-3 jaar ontwikkelen? Nou, voor mezelf. Gaat dat YouTube gewoon groeien naar 1,5 miljoen, 2 miljoen abonnees. Ik wil gewoon mezelf als programmamaker neerzetten. En ik wil gewoon eigenlijk over 2 jaar op een punt kunnen zitten dat ik zeg, ik hoef gewoon het hele jaar nog maar met 3 of 4 merken samen te werken. En daar gaan we gewoon legendarische content mee maken. En al die kleine dingetjes en zo. En membership? Wat het is.
Je hebt natuurlijk een fanbase van niet de Tokio. Als jij een Netflix-model erop loslaat, dan ben je van al die adverteerders. Daarbij hoef je er niet van af te zijn, maar dan ben je er niet van afhankelijk. Ja, ja, als genoeg mensen dat abonnement afsluiten, dan ja, dat zou geniaal zijn. Maar ik heb wel het idee dat ergens de charme van YouTube, want het is wel een paar keer gebeurd in Amerika ook wel. Hmm. Een beetje van die paid subscription-achtige platformpjes. Ja. Dat het charme van YouTube is dat het gewoon allemaal gratis is en voor niks. Ja. En dat is soms heel irritant. Want ja, soms wordt iets een miljoen keer bekeken of 13 miljoen. En dan denk ik, joh, als hier iedereen even een euro voor had betaald, dan was het geniaal geweest. Toch? Aan de andere kant zet het je ook weer altijd. Het is wel een leuke uitdaging. Want je moet altijd denken, hoe ga ik boven het maaiveld uitsteken? Ja. Dat er natuurlijk zoveel content is wat gratis bekeken kan worden. Hoe ga jij er dan voor zorgen dat mensen naar jou blijven? Ja, want iemand zei vanochtend, het is het beste platform voor je video's om zeg maar niet gezien te worden. Zeg maar. Ja, precies. En dat is de uitdaging. En dat is ook waarom de televisiewereld zo achterhaald is nu, vind ik. Die zijn te weinig gechallenged op dat in de afgelopen jaren. Dus die zijn te weinig uitgedaagd om dingen te maken die mensen echt graag willen zien. Want ja, als je het om 7:30 op zaterdagavond uitzendt, kijken mensen toch wel. Ja. Dus dat is een beetje het verschil, het wezenlijke verschil tussen tv en YouTube. Voor mij. Jij moet performen, want anders dan zijn er 1001 alternatieven. Ja, dus elke week word je weer, heb je het leukste dag en dat is een hit. Maar volgende week moet je weer wat nieuws bedenken. Ja, dat is het ritme ook voor jou? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hey, en dan even over die televisiewereld. John de Mol die vraag zal niet, die heb ik al 1000 keer gehad waarschijnlijk, maar die verkoopt alles. Dus de stuk tv heeft hij al gekocht. Ja. Die wil jou ook hebben. Die wil gewoon alles wat bereik heeft, massa's kassa. Ja, ja. Dus die wil jou ook hebben. Zou je dat nu doen? Als je gewoon dik geld biedt? Nu niet. Nee, omdat ik er nog wel echt heel veel potentie in zie. Dus ik zou daar pas over nadenken als ik het idee zou hebben dat ik ergens op een piek zit of op een top of iets. Maar dat is nu niet aan de orde. Maar ik zou het gesprek wel aangaan. Dat sowieso. Dat niet gedaan dan? Nee. Mm. Nee, dat is dat. Ik zou dat wel. Ik zou luisteren en dan gewoon heel erg oriënteren en heel veel over nadenken. En dan misschien. Maar ik denk dat als ik het nu zou doen, dat ik er spijt van zou krijgen. Hoe denk je dat? Zou jij een andere doelgroep erbij? Want jouw doelgroep is echt alleen jong, hè? Nee, grootste doelgroep is 16-24, is echt jongeren. Ja. Maar echt de diehard mensen die echt natuurlijk uren op YouTube zitten, dat zijn toch vaak de 13-jarigen die echt gewoon. Hoe vind je dat? Want ik weet niet hoe dat werkt. Maar als ik jou bij jou door Amsterdam loop, ben je dan echt zo'n. Ja, je... dan wordt Amsterdam valt nog mee. Daar zijn ze aan gewend, maar als je de dorp in gaat dan. Avondje, ik was eergisteren avondje op stap in Groningen, daar kom ik vandaan. Ja. Ja, dat is gewoon echt niet te doen meer. Nee? Nee. Hoe vind je dat? Nou, kijk, je kan het verwachten, zeg ik altijd. Dus het is, ja, als ik het echt niet leuk zou vinden, zou ik niet de straat op gaan. Dan ga ik wel naar Duitsland of zo ergens feestje vieren, weet je wel. Zolang mensen gewoon positief zijn, vind ik het prima. Maar als mensen om je nek gaan hangen en stoel gaan doen en stiekem gaan filmen, dan ben ik wel klaar. Ja, ja, en dat is ook gewoon, dat is gewoon niet hoe je met mensen omgaat, denk ik. Nee, of je nou 1 miljoen volgers hebt of 1. Nee, maar het gebeurt wel. Ja. Ja. Maar je weet wel dat je, het is geen, ik klaag er niet over of zo. Want het is wel iets wat je natuurlijk jezelf op de hals haalt als je jezelf zo online neerzet. Ja. Zo publiekelijk. Dus dan vraag je er ook een beetje om, ja. Dat is de aandacht die je wilde. Ja, dat is het. Ja. Hey, en zie jij tot slot, hoor, maar zie jij in de toekomst, want ik vind jou op een manier wel een soort gedreven, like, als ik je niet zou kennen en ik ga even langs je YouTube kanaal, dan zie je vooral een schreeuwende en weet je, zo'n high energy gastje. Ja. Wat ik ook doe als ik op een podium sta, zeg maar, want dat is het, dat is je podium. Ja. Maar als je hier zo zit bij een gewoon serieuze gast die echt wel weet wat hij aan het doen is, zie jij zijsporen de komende jaren van je denkt van ja, los van die jonge doelgroep en die soort van content die je nu maakt, waar ik wel een beeld van heb, zie jij nog andere dingen? Ja, ja, ja. Kijk, wat ik wil sowieso wat verouderen met doelgroep voor mezelf. Ja. Ik denk dat dat kan, want dat is afgelopen jaar ook gebeurd. Ja. En ik groei zelf op, dus ik wil altijd voor mezelf wel dingen blijven maken die ik vet vind. En ik ben ook nu wel met nieuw talent aan de slag. Dus hoe geniaal zou het zijn als je gewoon laatst toevallig een meisje van 11 die echt die doelgroep aanspreekt. Die heeft nu 100.000 abonnees of zo in een jaartje, omdat we samen wat dingen zijn gaan doen. Ja. Dat is geniaal, weet je wel. En ik zou het geniaal vinden om nog een paar van zulke talenten te begeleiden en groot te maken. Waarmee je dan samen een soort leeftijdscategorie 3 tot en met 50 of zo. Wel vanaf 3 wel? Ja, of 0. Ja. Ik weet niet. Sinds wanneer hebben mensen nu. Wanneer krijgt een kind een iPad of een die kan toch vanaf 1 maand kan die al zo toch dan een moet beetje. Dan moet hij een favoriet channeltje hebben gewoon. Ja. Hey, en wil je tot slot de wereld verbeteren of zoiets? Of heb je zoiets van ja, boeien, ik wil gewoon top. Uiteindelijk zou ik dat wel fantastisch vinden. Maar nu is het niet echt iets wat heel erg top of mind is. Ja. Ik zou het wel mooi vinden. Je hebt wel invloed.
Ja, daarom. En uiteindelijk vind ik het wel belangrijk dat je nadenkt over of je met die invloed wat constructiefs doet. In plaats van alleen maar gaat harken of gaat of suiker gaat verkopen of wat dan ook. Ik wens je met name daar ook heel veel succes mee de komende jaren. En tof dat je mijn gast wilt zijn. Dankjewel. Ja, bedankt. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering op CWD-TV. Als je te luisteren, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En als je een duimpje ziet, tik hem even aan. Dankjewel. Hoi.